Jennie Lena bracht vlak voor de jaarwisseling een bezoekje aan Tilburg. De zangeres is onder andere bekend van The Voice of Holland en treedt normaal op in grote zalen in binnen- en buitenland. Maar dit keer stond ze in de intieme huiskamersetting van de Kunstmaan tijdens de decembereditie van Sofa Sessies. I'm focused now, I know what's going on in your head, yeah. I know what's happened here and I'm dead, yeah. Hoe krijg je zulke grote artiesten in zo'n klein zaaltje van maar 80 man? Wat maakt het aantrekkelijk voor ze? Wat het voor bezoekers aantrekkelijk maakt is omdat vooral het is heel erg intiem en exclusief. Er kunnen inderdaad maar 80 mensen in. En ze staan daar solo, zonder backing band. De artiesten zitten ook zo dichtbij, je kan ze bijna aanraken, zeg maar. Dus het contact tussen artiest en het publiek is ook veel interactiever. Ik denk, ja, het is niks dat ik ooit zo op een concertvorm heb gezien als dit, zeg maar. Is het uniek in Tilburg, denk je? Ja, dit is zeker uniek in Tilburg. Ik denk dat in Randstad wel meer van dit soort dingen gebeuren. Maar, ja... Het is gewoon een kwestie van de artiesten ook overtuigen van het concept. En als ze het leuk vinden, dan komen ze hier naartoe. Demi, je hebt net opgetreden voor een heel klein publiek, wat je niet gewend was. Zei je het al? Hoe vond je het gaan? Ik vond het wel lekker gaan, als ik eerlijk ben. Gewoon een chille vibe en zo. En op zich niet gewend. Ik ben eigenlijk begonnen met mijn gitaar alleen. Dus ik ben er wel familiar with, zeg maar. Maar we hebben natuurlijk net de popronde erop zitten, 18 shows. Dan is het toch echt knallen met volledige bandbezetting. Dus het is dan weer even, ja, net even andere vibe of zo. Ja. Is het voor herhaling vatbaar, voor zo'n klein publiek? Zeker. Ja, ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Dit is gegroeid tot een theater in de vorm van een salon. Dus hier kan eigenlijk allerlei soorten van voorstellingen plaatsvinden. Van concerten zoals vanavond tot toneel, tot variétéavonden. En het gemeenschappelijke is dat er is heel weinig afstand is tussen de artiest en het publiek. Die zitten letterlijk heel dicht bij elkaar. Die zitten ook allemaal verschillend in stoelen... bankstellen, sofa's, kussens en dergelijke. Dus je krijgt hier een beetje een soort huiskamergevoel wat een heel niet intimiderende, laagdrempelige sfeer geeft.